Hallo lieve Waterman, leuk dat je weer kijkt. We zijn aanbeland bij week 38, 16 tot en met 22 september. Voordat ik ga kijken naar jouw hoofdthema en dat je mag gaan kijken wat resoneert met jou, wil ik even melden dat ik vandaag met kaarten werk die je ook bij mij kan aanschaffen. Nou, lieve Waterman, laten we eens even gaan kijken naar jouw hoofdthema. En dan zie ik eigenlijk dat dingen wat luchtiger worden, dat je wat meer je rust probeert te pakken. Af en toe nog even piekermomenten, maar dingen gaan steeds meer voor je openstaan. Tegelijkertijd zie ik dat je echt bergopwaarts bent aan het gaan. Dat het belangrijk is om wel echt je rust in de gaten te houden. En ga kijken wat je graag wilt in het leven. We gaan eens verder kijken wat je verder deze week kan verwachten. Oké. Wow. En lieve Waterman, dan zie ik eigenlijk dat je je toch wel alleen kan voelen. Dat de mensen misschien een blij gezicht bij jou zien, terwijl je diep van binnen je niet zo voelt. Het is misschien nu even zwaar, terwijl je wel al vlaggen aan het ophangen bent. En het heeft te maken met dat je zaken los mag laten. En dat is niet binnen 1, 2, 3 opgelost. Hoe graag we het ook zouden willen. Vraag vooral om tekens of je op de goede weg bent. En kijk vooral naar, oké, wat heb ik al achter me gelaten? En waarmee kan ik al wel voorwaarts? Laten we eens even gaan kijken nog, lieve Waterman, naar een mooie positieve boodschap voor jou. Ja, ga echt bezig met zaken los te laten. Focus je echt op jezelf. En ook al is er nu verdriet en misschien ook wel verlies, weet dat je hieruit gaat komen. Lieve Waterman, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.